Daryl, eerste helft sta je eigenlijk al op een kansloze 0-2 achterstand. Ja, nee, precies. Eerste helft was gewoon ondermaat. We konden niet echt de ruimtes goed verdedigen. En ja, je geeft wel natuurlijk 2 doelpunten weg. Onnodig, vind ik wel. Maar wat u zegt, de eerste helft was vrij kansloos. Ja, die tweede treffer tegen foutje van de keeper. Is heel sneu voor hem, want er stond verder een fantastische wedstrijd te keeper. Nee, precies. Had een aantal goede reddingen. Ook afgelopen wedstrijd tegen PSV had hij goede reddingen. En dat is ook het lot van een keeper. Als je een foutje maakt, dan zit hij meteen. Dus ja, dat gebeurt. Ja. Goed, dan staat het 0-2 bij rust. Want Heracles had in de eerste helft wellicht nog meer kunnen scoren. Dan blijft er toch nog wel een mogelijkheid. Ja, nee, precies. En we hadden afgesproken 2 helft iets meer druk vrij te geven. Dan zie je ook dat je wat kansen krijgt. Maar de echte grote kansen die blijven ook uit voor ons. En ja, ik wil zeggen, een vrij makkelijke overwinning voor Heracles. We hadden meer van verwacht. Eerste helft was er een akkefietje bij jou in die 16. Iedereen zat te twijfelen. Was er geen strafschop? Ja, ik was in het duel zelf bezig, dus ik heb het niet heel goed kunnen zien. Maar voor mijn gevoel word ik wel weggetrokken. Anders kan ik die bal gewoon binnenwerken. Ik denk dat je daar wel een penalty voor kunt of slash moet geven. In dit geval jammer dat er geen VAR is. Ja, nee, precies. Die zou misschien wel even gaan kijken en omdraaien. En dan als je nu 2-1 maakt nog voor rust, ja, dan ga je die tweede helft ook makkelijker in. Maar ja, het mocht helaas niet zo zijn. Je zei het al, afgesproken om wat fanatieker te gebeuren. Dat gebeurde ook, want Ado kwam niet verkeerd uit de kleedkamer. Ja, dan moet je de mazzel hebben dat je er eentje indrukt. Ja, nee, precies. Hadden we wel kleine kansen met Joël, volgens mij, met Thomas, een goede kopkans. Maar die zit dan ook net niet erin. En als dan die 1-2 uitblijft, ja, dan weet je, daar worden die ruimtes heel groot. En krijgen zij nog die 0-3. Maar ja, het was niet genoeg om die 1-2 te maken. Als je dan nu kijkt, periodetitel, ja, die lijkt nu wat verder weg natuurlijk. Ja, we hebben nu weer een eigen hand. En had je moeten winnen vandaag. Het zal moeilijk worden, die derde periode. Maar jij hebt natuurlijk ook nog de top 8 plekken die regel play-offs geven. Dus het seizoen is zeker nog niet verloren. En we hebben nog genoeg wedstrijden om in die top 8 te komen. En wie weet wat er komende vrijdag allemaal kan gebeuren. Dus ja, wij gaan met frisse moed vooruit. Er moet in ieder geval gewonnen worden, sowieso. Al is het al voor de stand. Maar je weet het nooit of een ander nog een uitgeleider heeft. Nee, precies. Je moet winnen. Linksom of rechtsom. Dus, en daar gaan we ook voor. Hoe moeilijk is het spelen met zo'n masker op? Ja, dat is natuurlijk niet fijn. Je zicht is een beetje beperkt. Maar ik heb er nu 2-3 weken. En je bent er wel een beetje aan. Maar je speelt natuurlijk liever zonder. En hoe lang gaat het nog duren met zo'n masker? Ja, ik zal nog een paar weken op moeten, maar ik probeer het zo snel mogelijk wel vanaf te komen.